De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Zo, ik wist niet dat je zo netjes was. Ga je de was doen? Hoezo? Maandag, wasdag. Vlaggetjesdag, zeggen ze ook wel eens. Of had het nou te maken met de eerste haringvangst? Ik heb besloten om me maar eens wat nuttiger te gaan maken hier in huis. Daarbuiten wil het niet zo lukken. Nou, maak je nou maar niet zo druk, dat komt wel. Ja, dat weet ik wel. En ik heb me er ook al bij neergelegd dat ik dat baantje bij die benzinepomp niet gekregen heb. Maar nou is Anita weer kwaad op me. Waarom? Zij heeft het baantje toch gekregen? Ja. Maar zij had via gehoord dat ik gezegd zou hebben dat ze dat werk niet aan kan. Hoezo? In een café werken is net zo zwaar. En ik heb niet eens gezegd dat ze dat werk niet aan kan. Ze was zo pissig dat ik niet eens de kans kreeg om het uit te leggen. Nou, het gaat wel weer over, hoor. Ik weet het niet. Ze hangt steeds op als ik opbel. Nou, weet je wat? Ik maak eerst een ontbijtje voor je en dan bel je er opnieuw. Dan is ze vast wel weer bijgetrokken. Nou, ik zie wel. Zou Peter ook een gebakken ei willen? Nou, ik denk het niet. Hij was behoorlijk laat thuis, dus hij zal wel uitslapen. En daarna gaat hij natuurlijk weer brunchen. Lijkt me fantastisch om ineens een hoop geld te hebben. Ik zou ook iedere dag uit eten gaan. En me daarna onmiddellijk beklagen als ik niet correct bediend werd. Nou, ik vind dat Peter zijn geld wegsmijt. Heeft hij eigenlijk iets om een eigen bedrijfje te beginnen? Gaat hij meteen rentenieren? Kruikgebakken eieren? Nou, als je het lief vraagt, bakt Mirjam misschien voor jou ook wel een eitje. Nee, laat maar. Wat is dit? Ja, ik heb de was uitgezocht. Hoe kom je aan mijn t-shirt? Ja, toen jij onder de douche stond, heb ik even de was uitgezocht. Wil je niet dat het gewassen wordt? Daar gaat het niet om. Je hebt het recht niet om op mijn kamer te komen. Je hebt er helemaal niets te zoeken. Daar gaat het om. Wat had die nou ineens? Ik wil heus wel een ei voor hem bakken, hoor. Jan Albert. Hallo, met Laura. Is Jep in de buurt? Nee, tante Laura. Nee, die is er niet. Die is een paar dagen naar een beurs. Maar dat weten we toch. Waar bent u eigenlijk? Oh, hij is er niet. Ik ben op vakantie. Vakantie? Alleen? Ja. Alleen. Simon dacht dat het beter was als ik er even een tijdje tussenuit zou gaan. Om wat tot rust te komen. Oh. Nou, rust dan maar lekker uit. Waar bent u naartoe gegaan? Ik ben nog onderweg. Ik ben nu in Antwerpen. Maar daar blijf ik niet. En waar ik naartoe ga, dat weet ik nog niet. Maar ik bel jullie nog wel. Oh. Nou, goed. Veel plezier. Tot kijk dan. Dag. Zo, schatje. Alles is geregeld. Hij meende het vast niet zo. Nee, maar dan nog gaat hij niet zo tegen mij uit hoeven vallen. Nee, dat is waar. Hoewel, ik zou het misschien ook niet leuk hebben gevonden als iemand in mijn kamer had rondgesnuffeld. Ja, het zal wel. Ik begin zo langzamerhand gewoon een beetje genoeg te krijgen van het geheimzinnige gedoe van Tim Waterman. Nou, dat is waarschijnlijk een reactie op zijn onbeperkte privacy die hij hier heeft. Veel mensen gaan zich asociaal gedragen als ze geen eigen ruimte hebben. Ga toch weg met die theorieën van je, zeg. Nou, zie je nou wel dat het klopt? Jij begint ook al. Goedemorgen. Nou, daar hebben we mijn grote vriend Peter. Nog bedankt, hè? Wat heb ik nou weer gedaan? Ik ben net op. Nou, je hebt alleen maar tegen Anita gezegd dat ze volgens mij dat werk niet aan kan. Nou, meer niet. Dat had je toch ook gezegd? Ja, maar dan ga je dat toch niet tegen haar zeggen? Nu is ze kwaad op me. Oh, nou, sorry hoor. Maar ik had wel ruzie gehoord. Ja, was Anita vanochtend hier? Nee, dat was onze vrolijke huisgenoot Tim. Dag.
Ja. Hij is woedend omdat ik was uit zijn kamer heb gehaald. Nou, dat lijkt me ook wel een ernstig vergrijp. Wist niet dat je kikt op gedragen onderbroeken? Die jongen wordt steeds agressiever. Hmm. Ik praat wel even met hem vandaag. Op één voorwaarde. Oh, en die is? Dat je mijn onderbroeken ook wast. Hallo. Goed geslapen? Nee, niet echt. Lijkt alsof alles tegelijk komt. Is er al nieuws over dat babytje? Nee. De politie heeft nog steeds geen aanknopingspunt. Ze denken dat iemand de moeder naar mijn praktijk gevolgd heeft. En de moeder, heeft die een idee wie dat dan kan zijn? De ouders zeggen dat ze met niemand conflicten hebben. Kan je nou wel weg? Ik vind het heel vervelend om mevrouw Strijbos in de steek te laten. Maar ik kan niet anders. En de politie, vindt die ook goed dat je weggaat? Ik heb ze alles verteld wat ik wist. Ik kan ze nu toch niet meer helpen. En zij begrijpen ook wel dat ik Annette wil zoeken. Een samenloop van omstandigheden. David en Annette worden overvallen in Burma. Een babytje wordt ontvoerd uit jouw praktijk. Ik begin bijna te geloven dat het aan mij ligt. Dat ik het noodlot aantrek. Onzin. Ik weet zeker dat de politie dat kindje terug zal vinden. En ik hoop dat wij David en Annette terugvinden. Ongedeerd. De ambassade belde. De visa liggen klaar. Ah, mooi. En de praktijk, heb je daar al iets voor geregeld? Die wordt waargenomen. En misschien ben ik na een week alweer terug. Oh, daar reken ik niet op. Volgens mij gaat het langer duren. Al die formaliteit alleen al. Jij bent nog steeds van plan om mee te gaan? Ja. Je weet dat ik dat liever niet heb. Ik weet niet wat we daar zullen aantreffen. Ik weet ook wel dat het geen plezierreisje gaat worden. Verre van dat. Ik moet gewoon gaan. Jij hoeft niet als je niet wil. Wat zou jij doen in mijn plaats? Zou jij je dan bedenken? Nou, waarschijnlijk niet. Heb je precies mijn antwoord. Ik neem het risico. En ik kan zelfs met de gedachte leven dat jij je verantwoordelijk voor me voelt. Ja, hallo. Zeg me gewoon Betty. Ik hou er niet van als een naam gehengeld wordt. Oh, sorry. Ik wist niet hoe je heet. Ik wilde alleen maar... Afrekenen? Graag. Dat is dan 6,50. Nou, ik wilde eigenlijk nog iets bestellen als je niet erg vindt. Ja, zeg dat dan meteen. Nou, dan moet je me laten uitpraten. 1 koffie en nog een broodje. Nou, eerst betalen. Nou, geen denken aan, tel het maar bij de volgende bestelling op. Nou, dan komt mijn administratie in de war. Nou, dan maak je 2 bonnetjes. Dan tel ik ze straks zelf al op. Jij krijgt helemaal niets meer voordat ik je heb afgerekend. Zeg, ik kom hier toevallig langer dan jij, hoor. En ik durf te wedden dat ik hier ook nog steeds klant ben en jij al lang bent ontslagen. Laat de tweede bestelling maar zitten, ik heb geen trek meer. Maar best. Dan mag je nu betalen. Ik heb nog koffie. Zit je nu ook al serveersters te pesten? Ja, ik begrijp niet dat ze zo'n type aannemen. Ze is nog brutaler dan Anita. Ik begrijp dat jij Mickey nog hard had aangepakt. Ja? En kom jij nu hier naartoe om daarover te praten? Jullie weten de boel wel op te blazen, zeg. Ik begrijp niet waar jij je mee bemoeit. Tim, we zijn met z'n 5 thuis en dat is nogal krap. Maar zolang de sfeer goed blijft, gaat het nog net. Er reden te meer om uit mijn kamer te blijven. Mickey had er niets te zoeken. Het lijkt alsof jij Mickey niet vertrouwt. Die conclusie is voor jouw rekening. Ik ben gewoon op mijn privacy gesteld en ik verwacht dat de rest dat accepteert. Jij ook. Simon? Hey, Simon met Josette. Ja, hoi. Hi. Je belt een beetje ongelegen nu. Oh, waarom? Vanwege de commotie rond die verdwenen baby? Hoe weet jij dat nou weer? Vriendinnetje van mij werkt bij de krant. Ja, je begrijpt toch dat kidnapping nieuws is? Het zal morgen wel in alle kranten staan. Nieuws, hè? Ja. En hoe die ouders zich voelen, dat interesseert niemand. Je moet niet zo snel oordelen. Publiciteit is misschien wel de beste manier om die baby terug te vinden. Nou, misschien. Ja. Je wilt toch geen exclusief interview met mij of zo? Nee, natuurlijk niet.
Mijn blad schrijft niet over ontvoeringen en dergelijke. Dat had je kunnen weten. Ik bel je gewoon uit belangstelling. Ja, sorry. Ik ben een beetje gespannen door alles. Hoe kon het nou gebeuren? Welke moeder laat haar baby nou onbeheerd achter? Mevrouw Strijbos blijkbaar. Zij dacht dat het kon en normaal gesproken kan dat ook. Er was niemand in de wachtkamer op dat moment. En wie kwam er na haar? Niemand. Zij was de laatste patiënte van die dag. En wat ga je nu doen? Ik heb het nu overgedragen aan de politie. En ik sta eigenlijk op het punt om naar het vliegveld te gaan. Zo? Op vakantie? Zoiets, ja. Nou, dat zal je wel nodig hebben, hè, na al die spanningen. Mm-hmm. Waar gaat de reis heen? Burma. God, doe maar. Veel plezier. Stuur me een kaartje. Dat zal ik doen als ik er tijd voor heb. Dag. Dag. Hey. Hey. Heb je Tim nog gesproken? Gesproken is veel gezegd. Deed hij tegen jou ook al zo idioot? Hoe raad je het zo? Nee, met Tim is op het moment geen land te bezeilen. Nou, kan dan gezellig worden thuis. Uh-huh. Wil je ook wat drinken? Ik weet niet of het hier de laatste tijd wel zo hygiënisch is. Of eigenlijk wil ik wel een verse jus. Laat hem maar eens wat doen. Oh, goed. Mag ik een verse jus d'orange, graag? Hallo. Hallo, mag ik misschien een verse jus bestellen? Maar het zal er inderdaad niet echt leuker op worden. Nee, zeker niet met die Betsy achter de bar. Die heet Betty. Maar ik bedoelde eigenlijk de sfeer thuis. Oh, ja, dat ook, ja. Zeker nu jij en Mickey de hele dag thuis zitten. Nou, dat duurt niet lang meer. Ik zal ervoor zorgen dat die Betty hier niet langer werkt. Kijk. Ah, wat moet dat voorstellen? Je hebt toch een verse jus besteld? Ja, een glas, ja, geen vingerhoedje. Toen ik hier nog werkte. Ja, toen jij hier nog werkte, maar je werkt hier niet meer. Ik ga me niet suf staan persen, ik sta je niet te bevallen. Vooral niet persoonlijk opvatten. Ze doet tegen iedereen zo onbeschoft. Heeft wel zijn charme. Maar ik moet toegeven dat jij het veel beter deed. Als Tom wist hoe zij de klanten behandelde, dan had ze al lang de spullen kunnen pakken. Jammer genoeg weet Tom dat niet. Dat duurt dus niet lang meer. Hè? Een recorder. Juffrouw, kan ik afrekenen graag? Altijd. Het is dan 18 gulden. 18 gulden, goed. Laat de rest maar zitten. Bevalt het werk een beetje hier? Gaat wel. Het is niet erg druk hier. En de betaling, is het redelijk of moet je het hebben van de fooie? Het betaalt prima. En daarbij komt ook nog dat ik heel veel voor je krijg, omdat de klanten mij zo aardig vinden. Vertrouw me nu maar, je zit hier echt veilig. En denk erom, hè, zorg dat niemand je ziet. Ik kan ook nauwelijks wachten. Oké, tot gauw. Dag. Wat heeft Tim gedaan? Hij heeft zijn kamer weer ingepikt. En mijn spullen dan? Heeft hij opgeslagen in het berghok? Nou, dat kan hij toch niet maken? Ja, Mark. Jij hebt toch min of meer ook zijn kamer ingepikt, hè? Hij zou een paar maanden op vakantie gaan. Ik ben één weekendje weg geweest. Nou, zo te zien is iedereen er. Hey. De vergadering kan beginnen. Ja, ik haal even koffie. Dat schijnt te horen, hè, bij vergaderingen. Maar het is mijn rondje. Ik doe er 4 stukken appeltaart bij. Zo. Nou, zullen we dan maar gaan zitten? Ja, goed. Is het waar dat Tim zijn oude kamer weer terug heeft? Ja, ik ben bang voor wel. Hij is zo vervelend. Ik heb nog met hem geprobeerd te praten, maar hij wil niet luisteren. Nee, dan moet ik zeker op de bank gaan liggen. Ja, rustig nou, daar gaan we het juist over hebben. Is het nou wel eerlijk om het allemaal achter Tim's rug te doen? Als ik met hem niet te praten valt, kunnen we toch moeilijk anders? Mos. Taart en koffie. Snel. Oh. Nou, je wordt je tenminste snel geholpen. Ja, ik zou hier zo weer kunnen werken. Hey, we gaan het over Tim hebben. Inderdaad. Nou, wat doen we? Mag hij blijven? Ja, misschien wel, hè. Was ook niet zo slim van me om zomaar zijn kamer binnen te gaan. Ja, je wil hem alleen maar helpen. Bovendien, dat is niet het enige. Nou, hij heeft al mijn spullen die kamer uitgezet. Ik heb niet eens de kans gekregen om het zelf op te ruimen. Nou, precies, daarom. Geef hem nog een kans.
Of zeggen we dat hij maar beter kan gaan? Ja, waar moet hij dan naartoe? Hij heeft zijn eigen flat opgegeven. Hij zoekt het maar uit. Hij vindt echt wel wat anders, hoor. Hij vindt het erg radicaal, jongens. Het is toch geen tussenweg? Of je woont in je eentje en je doet waar je zin in hebt, of je woont samen en je houdt rekening met elkaar. Ja, misschien heb je ook wel gelijk, ja. Maar ik vind het ook niet leuk. Ja, we kunnen moeilijk iets anders doen. Nou, wie is ervoor? Ik vind het wel zielig voor hem, hoor. Ja, het was het ook voor Mickey vanochtend. Vraag hem maar. Nou, laat je me nog binnen of blijf je daar zo staan? Kom binnen. Maar niet te lang graag. Ik dacht dat je veel langer zou wegblijven. Het viel toch niet tegen, hè, in je eentje? Nee, hoor. En hoe is het met jou? Oh, er is zoveel gebeurd, dat vertel ik wel een andere keer. Heeft je motor het goed volgehouden? Waar ben je geweest? Heb je mensen gezien, foto's gemaakt? Vertel eens wat. Ik ben naar het zuiden gegaan en heb daar wat rondgereden. Ik heb nog in de circus gewerkt. En mijn foto's zijn nog niet klaar. Circus? Hoe kwam je daarbij? Gewoon, ik moest geld verdienen. Ik heb wat stallen uitgeveegd. Voor de rest niets bijzonders. Ik kan me voorstellen dat je dichtklapt als je ineens weer thuis bent. Die verhalen die komen nog wel, maar daar wil ik er wel bij zijn. Zullen we vanavond wat gaan drinken? Net als vroeger. Vanavond heb ik al iets te doen. Bovendien krijg ik liever geen ruzie met Mark. We leven tenslotte in één huis. Mark heeft hier helemaal niets over te zeggen. Je bent toch gewoon mijn vriend? Wat is er met je? Je bent zo afstandelijk. Ik heb er geen zin in om me weer door jou te laten inpalmen. Daarom ook wil ik voorlopig niets afspreken. Inpalmen? Ik wil je alleen maar graag zien. Dank je, maar ik ben liever alleen vanavond. Tenminste, voor zover dat hier mogelijk is. Je bent inderdaad echt veranderd. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar je gedraagt je volkomen belachelijk. En wees maar niet bang dat je nog langer lastig zal vallen. Ik was al inmiddels wel klaar, maar ik heb absoluut geen zin om naar huis te gaan. Bang om Tim tegen te komen? Nee, dat niet. Ja, misschien ook wel. Ik kan toch niet net doen alsof er niks aan de hand is. Maar ik ga het hem ook niet vertellen, hoor. Zeg, denkt hij dat het mijn idee was? Peter en Mark waren wel erg zeker van hun zaken. Ik ben blij dat ik niet de enige was die twijfelde. Ja, ik vind dat Tim nog een kans moet krijgen. Als hij blijft, heeft hij tenminste nog de gelegenheid om het goed te maken. Als we hem nu wegsturen, komt het misschien nooit meer goed. Oh, wat akelig allemaal. Geen werk, problemen thuis. En straks gaan we even onze beste vrienden op straat zetten. Hé, die glazen waren nog niet leeg, hoor. Ja, dat zie ik. Maar denk maar niet dat je hier onbeperkt kan zitten op één biertje. Nou ja, zeg, ik eis twee nieuwe pilsjes. Oh ja, die truc kennen we. Gratis drinken. Nou, ga dat maar bij de concurrentie proberen, bij de koning of zo. Wat heeft dit te betekenen? Nou, dat stelletje uitvrezers, dat zit hier al de hele middag te flikvlooien op één consumptie. Laat ze maar een portiek opzoeken. Wat jij uitvreters noemt, zijn toevallig hele goede klanten. En zelfs als ze dat niet waren, dan liet jij ze rustig in hun eigen tempo hun drankjes opdrinken. Als dit goede klanten zijn, kan ik me voorstellen waarom jouw personeel het hier niet zo lang volhoudt. Jij gaat die mensen nu onmiddellijk twee nieuwe biertjes brengen of je kunt oproepelen. Ik denk er niet aan. Het is hier het leger des heils niet. Hé! Hey! Hé, hey, jullie moeten nog afrekenen. Ja, ga dan maar achteraan. Hé, hé. Je hoeft niet meer terug te komen. Dus het is geen probleem als ik ga? Nee, we hebben uw verklaring. Voorlopig hebben we u niet nodig. En als het wel zo is, dan weet u te vinden. In Burma, dat lijkt me sterk. Zelfs in Burma. Maar maakt u zich geen zorgen. We hebben het vermoeden dat het kind is ontvoerd door iemand uit de omgeving van de ouders. En u kunt ons bij dat verdere onderzoek toch niet helpen. Ja, dat is waar. Goed, bedankt. Goeie reis. Ja, ja. Geregeld? Ja. Heb je het adres van de ambassade en de naam van onze contactpersoon? Ja, ja. Heb jij je paspoort bij je? Ja, tuurlijk. Nou, dan hebben we niets belangrijks vergeten. Is dit alles? Ja, alleen het hoognodige. Ik kan me goed inhouden met pakken. Bovendien, we gaan naar een warm land. Oh, dat is Daniel. Hallo. Hey. Zo,
Zijn jullie zover? Ja, ik heb mijn lijstje afgewerkt. Bedankt dat je ons even naar het vliegveld brengt. Ah, joh, is toch een kleine moeite. Nou, zullen we maar gaan? Ik heb Trix al goeiedag gezegd. Maak je maar geen zorgen over Trix. Laat mij maar. En ik zal Anita ook in de gaten houden, zodat ze geen rare dingen uithaalt. Zodra we iets weten, sturen we een telegram. Oké. Okay. Hé, hey. En als je weer terug bent op Schiphol met Annette en David, moet je me bellen, hè? Weet je, anders zou ik me behoorlijk gepasseerd voelen. Ik zal het doen. Kleintje. Daar is mama weer. Ja. Met eten voor mama en voor Lotje. Ah, schatje. Kom maar eens hier. Samen gezellig eten. Huh? Ja. Zonder die stoute papa. Nou, misschien is hij er niet. Ja, zijn motor stond voor de deur, dus hij zal er wel zijn. Nou, ik kan wel wachten. Tim! En wat hebben we hier? De bende van vier. We willen even met je praten. En waarover dan wel? Over de rechten en de plichten van de bewoners hier. De territoriumdrift van sommigen van hen. Ja, laat mij maar even. Wat hebben jullie? Niks, het is alleen... Toen je weg was, hebben we met z'n allen afspraken gemaakt. Ieder zijn rechten, ieder zijn plichten, je kent het wel. En dat liep eigenlijk allemaal prima. Totdat ik terugkwam? Ja. Ja, om eerlijk te zijn wel, ja. En we weten natuurlijk niet precies wat jou dwars zit, maar je kan moeilijk ontkennen dat je niet echt bijdraagt tot de goede sfeer. We hebben dus unaniem besloten dat je weg moet. Zo. De bloedraad heeft gesproken. Hebben jullie er misschien bij stilgestaan aan wie jullie dit huis te danken hebben? Cozy? Was het misschien te veel moeite om mij eerst eventjes op de hoogte te stellen van dit tussentijds ingevoerde huisreglement op grond waarvan ik straks op straat sta? Ja, daar heeft hij wel gelijk in, hè? Laat je toch niet van de wijs brengen. Het heeft helemaal niets met een reglement te maken. Je hebt je gewoon asociaal gedragen. Punt uit. En bovendien zijn we met z'n vier in de meerderheid, dus het valt er nog te praten. Dat jij hier voordeel bij hebt, heeft er zeker niks mee te maken. Nee. En bovendien, je mag hier heus nog wel een nachtje slapen. Ik ga vast naar mijn kamer. Jij komt je kamer niet in. Ben ik hem wel? Rustig, man! Kom maar even, jongens. Hé!